Na een vrij weekend mag NEC vrijdag weer gaan spelen tegen FC Groningen hier thuis in de Goffert. Vorig seizoen won men hier thuis van FC Groningen. Laten we hopen dat het nu weer gebeurt. En hoe zit het nu met die nieuwe spits? Komt hij nou wel, komt hij nou niet? Kortom, een update. Maar we beginnen met Jasper Cillessen, want die gaat vrijdag zijn rentree maken hier in de Goffert. Hij stond natuurlijk al onder de lat tegen Volendam. Nick Rokers sprak met hem. Hoe zijn de eerste weken terug weer hier in Nijmegen en Groesbeek? Fantastisch, ik voel me goed. Ik voel me op mijn gemak. Dus ik heb er zin in. Dus, ja. Bij het Groesbeek niets verleerd? Nee, dat heb ik natuurlijk altijd wel bijgehouden. Dus nee, ik ben goed opgevangen. Ja. Hey, de wedstrijd tegen Groningen. Hoe is het met jou fysiek helemaal goed? Ik ben klaar om gas te geven, dus ik heb er zin in en om morgen weer in de volle Goffert te mogen staan. Ja, dat is wel iets wat kriebelt. Ja, het gaat weer kriebelen. Natuurlijk stond de aandacht bij jou dan wel volop tegen Volendam. Was je niet een beetje dat je dacht van, hè, nou, het is wel goed zo? Ja, maar goed, dat weet je van tevoren en dat is nu helemaal zo. Deze week was het een stuk rustiger, jullie zijn de enige, dus ik heb het wat makkelijker gehad deze week. Ja, je had nog zo'n hete kroketbal tegen Volendam, hè? Ja, dat is een spanning. Ja, onbewust toch wel wat spanning en daarna dan pak ik me aardig voor mijn gevoel en lekkere wedstrijd gespeeld. 3 punten gepakt en zin om hier weer te mogen staan. Ja, en dan zijn wij deze week op pad geweest met een aantal spelers van NEC. NEC bezocht namelijk een aantal bouwdorpen in Nijmegen. Bouwdorpen zijn bouwplaatsen waar kinderen lekker buiten kunnen bouwen. Lekker in de weer kunnen gaan met hout, een hamer en wat spijkers. Wij zijn op pad geweest met Ibrahim Sissoko, Niels Rossen en Soufian El Karouani. Bij het bouwdorp in het Waterkwartier in Nijmegen. Na een openingswoordje van algemeen directeur Wilco van Schaik was het tijd voor de kids om op de foto te gaan en op handtekeningenjacht. Natuurlijk werd er ook nog samen met de kids gebouwd. Een balletje trappen hoort er dan natuurlijk ook even bij. Verder werd het speelveld omgedoopt tot Frans Kosmanveld voor al zijn vrijwilligerswerk voor het bouwdorp Waterkwartier. Frans Kosman overleed 2 jaar geleden. Ja, en het was nog lang gezellig daar in het Waterkwartier. Weer terug naar de wedstrijd tegen FC Groningen. NEC was afgelopen weekend vrij. Het gaat nog niet zo lekker bij FC Groningen. Dan kun je lekker als trainer, als je vrij bent, thuis op de bank naar de wedstrijd FC Groningen Go Ahead kijken, toch? Het was niet de meest leuke wedstrijd om te kijken. Er waren niet heel veel kansen en schoten op doel. Maar uiteindelijk heeft Groningen gewonnen. Dan hebben ze de 0 gehouden, dus daar zullen ze ongetwijfeld wat vertrouwen uitgeput hebben. Morgen zal ook wel weer een andere wedstrijd zijn. Zeker in het begin van het seizoen is het ook afwachten hoe ploegen ervoor staan. Nou, het is pas onze derde wedstrijd, maar we hebben er wel vertrouwen in. Ja, hij noemde Go Ahead en NEC 2 gelijkwaardige ploegen. Wel met NEC met meer individuele kwaliteit. Ben je daarmee eens? Ik denk dat hij dan ook een beetje kijkt naar vorig jaar. Vorig jaar zijn wij vlak bij elkaar geëindigd, Go Ahead en NEC. Dit jaar hebben we pas 2 wedstrijden gespeeld, dus er is heel moeilijk wat van te zeggen. Ik denk wel dat wij inderdaad meer individuele kwaliteit hebben dan Go Ahead. Alleen, ja, dat kan je pas laten zien als je als team er goed voor staat en goed samenwerkt. En ja, dat zal de eerste opdracht zijn morgen. Ja, en de groep begint ook wel weer steeds fitter te worden. Magnus is weer aangesloten. Filip traint voor mij ook mee met de groep. Dat is wel fijn dat de groep eigenlijk wel weer helemaal compleet raakt. Nee, natuurlijk is dat fijn, omdat dat verhoogt de kwaliteit in de training. En uiteindelijk word je daar als speler individueel beter van en als team ook. En ik denk dat we nog steeds niet zo'n hele brede selectie hebben. Maar die jongens die hierbij zijn gekomen hebben wel kwaliteit. En daar zullen we het ook van moeten hebben, want we zullen die jongens ook heel hard nodig hebben. Ja, Joris Kramer was vandaag aanwezig. Wat is met hem aan de hand? Ja, die hebben we binnengelaten. Die had wat klachten. En ze hebben deze week wel wat meer dingetjes gehad. Dus even kijken hoe hij er straks en morgen vroeg voor staat. Denk je dat het gaat halen als de wedstrijd? Ja, dat denk ik wel. Maar dat is altijd een beetje moeilijk inschatten. Maar ik denk het wel. Ja, en dan die spits die moet komen. Nou, de transfermarkt is nog een weekje open. Het wordt spannend dus. Geduld is gewoon zaak. Ik denk dat mensen die wat minder inside de club zitten, wat ongeduldiger zijn. En ik weet waar we mee bezig zijn. En dat is niet altijd zo makkelijk dat het 1 en 1+2 is. Soms zijn er andere dingen die meespelen. Dus nog even geduld hebben, zou ik zeggen.
Maar laten we eerst maar eens gaan voetballen. Vrijdag is de wedstrijd tegen FC Groningen thuis in de Goffert. Kun je er niet bij zijn? Wij zenden het natuurlijk live op de radio uit, het verslag. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe update. Tot dan.